Ik ben Menno de Bruyne en ik ben voorlichter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. We zijn hier in de Handelingenkamer van de Tweede Kamer. Nou, hier staan van 30.000 boeken over staatsrecht en politiek. Maar de boeken waar het om gaat, dat zijn de boeken die mij hier omringen. Dat zijn de zogenaamde handelingen. En in die handelingen staat vanaf de allereerste vergadering op 16 oktober 1815 tot 2016 aan toe alles wat er in de Tweede Kamer is gezegd en ook alles waarover gesproken is. Op 10 mei 1940 in Den Haag en rond Den Haag waren al Duitse parachutisten neergekomen. En toch is om 1 uur in de middag de Tweede Kamer nog bij elkaar gekomen. Van de 100 leden konden er maar 38 aanwezig zijn en toen heeft de voorzitter een korte protestrede uitgesproken. En dan eindigt het ook heel bijzonder met: de vergadering gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. En dat zou uiteindelijk 5 jaar zijn, de 5 jaren van de gruwelijke Tweede Wereldoorlog. Het mooie is dat je hier in de bibliotheek ook nog een herinnering hebt aan dat tijdvak van die 5 jaren, waarbij de Tweede Kamer en de Eerste Kamer niet meer bij elkaar mochten komen. Dat is een lege plank. Het volk mag meepraten. En in een dictatuur is het leeg. Dat is een lege plank. Iedereen moet zwijgen. Ik ben Alex Alsemgeest. Ik ben boekhistoricus en bibliograaf. De Tweede Kamer gaat verbouwen. En als je gaat verbouwen, dan ga je ook goed kijken wat heb je nu in huis en wat wil je bewaren, wat wil je meenemen. Dus dit is een ideaal moment om te bekijken wat hebben we hier aan bijzondere boeken staan. En welk verhaal kunnen we daar ook in de toekomst mee vertellen. Het is bijzonder dat we hier een weerslag vinden van 200 jaar parlementaire geschiedenis. Het heeft een historische waarde en het vertelt iets over de Tweede Kamer als organisatie. En dat is het verhaal dat we willen vertellen en niet wat het eventueel op een veiling op zou kunnen brengen. Ik ben Hasna Bayraktarović, beheerder van de kunstcollectie van de Tweede Kamer. Dit is een kamer wat eigenlijk een verborgen kunstjuweel is van het Binnenhof. Dit gebouw en ook deze zaal is ontworpen door Cornelis Hendrik Peters. De artistieke waarde van zijn ontwerp ligt eigenlijk in het ontwerp van deze zaal, deze ruimte. Ja, een hele bijzondere ruimte. Het is eigenlijk de draak van het Binnenhof. Mijn naam is Mark van Roosmalen. Ik ben architect verbonden aan het Rijksvastgoedbedrijf. En ik ben nu een kwaliteitsborgend architect aan het Binnenhofcomplex. En heb me verdiept in alle gebouwen, onder andere in dit fantastische, bijzonder gebouw. U moet zich voorstellen, we zitten in 1880. Dit gebouw wordt opgeleverd in een belangrijke bibliotheek, vindt hier zijn plek. Maar we hebben geen kunstlicht zonder vuur. Waar praten we over? We praten over gaslampen, toen net al, was modern. Over kaarsen. Over olielampjes en boeken, papier en vuur, dat is water en vuur. Moet je niet hebben. Wat moet je dus hebben? Licht. Daglicht. Dat is de essentie van dit gebouw. En licht komt uit de hemel. Dat werd toen ook in overdrachtelijke zin bedoeld. En dat licht moet naar beneden stralen. Persoonlijk vind ik het echt wel heel interessant. Vroeger had je van die echt hele dikke, zware boeken. En bijna een lode last. Maar alleen al fysiek dat je kracht moet zetten om dat verhaal, die kennis, die inhoud die erin zit, om die op te nemen.
en op een tafel of een aflegblad te leggen en open te slaan. En de geur die eruit komt, de materialiteit van zo'n boek. En er kan geen iedereen er tegenop. De handelingen, dat is eigenlijk het verslag, het woordelijk verslag van wat er in de Tweede Kamer is gezegd door de Kamerleden en de ministers. Woord voor woord, zin voor zin, dag na dag, jaar na jaar, al vanaf 1815 tot nu aan toe. Dat is toch belangrijk omdat je ook je geschiedenis, het verleden wil kennen. Een samenvatting doet nooit helemaal recht aan wat iemand heeft gezegd. En als je het verleden niet kent, dan ken je ook het heden niet. En ja, ook mensen die studie verrichten, die kunnen het interessant vinden om hier iets in op te zoeken. Wat ik met name interessant vind hier zijn de pamfletten en brochures. En hier staan 18 delen met allerlei pamfletten en brochures uit de eerste 50 jaar van onze parlementaire democratie. Dit zijn dus ontzettend belangrijke publicaties voor de Tweede Kamer en eigenlijk voor de geschiedenis van onze parlementaire democratie. Maar als je kijkt, dan zie je dat zo'n blad, daar zit een grote scheur in. Dus het is van het grootste belang dat dit gerestaureerd gaat worden. En andere delen die we hebben, daar zie je dat de band zelf, die is beschadigd. Dus ook hier is het belangrijk dat deze ter restauratie aangeboden worden, zodat we weer een goede band krijgen. Ik ben Tycho Kloeg, ik ben boek- en papierrestaurator. We zijn nu bezig met een project in opdracht van de Tweede Kamer om boeken uit de Handelingenkamer te restaureren en te conserveren. De collectie van de Tweede Kamer heeft natuurlijk een hele grote historische en culturele geschiedenis en is daardoor belangrijk. En het is mooi nu dat wij ervoor zorgen dat dat behouden blijft, zodat mensen daar gebruik van kunnen maken. Van de Tweede Kamer hebben we ongeveer 750 boeken voor restauratie. En we zijn daar nu met 3 personen ongeveer een half jaar lang mee bezig om dat te herstellen. Als wij boeken hier binnen krijgen, dan gaan we eerst kijken van wat is de schade, wat is er noodzakelijk om te gaan doen. En dan maak je een plannetje per boek. En vaak zijn de eerste stappen die je doet, is het oppervlaktevuil wat aan de band zit en aan het papier zit om dat te verwijderen. Leer wat bijvoorbeeld heel uitgedroogd is of afgeeft, moet dat behandeld worden. Dan is dat vaak een volgende stap. De stap die daarna is vaak het papier van het boekblok weer herstellen. Goede orde maken, bijvoorbeeld papier vlakken, papier repareren, ezelsoren terugvouwen. Daarna wordt gekeken of de constructie van het boek ook nog goed is. Of het boek bijvoorbeeld opnieuw genaaid moet worden of daar herstelwerkzaamheden voor nodig zijn. Als wij bijvoorbeeld een papieren band hebben waar heel veel papier ontbreekt op de rug, dan kijken we eerst hoe het boek functioneert. Als het bijvoorbeeld een stuk op het plat is, dan gebruik je vaak eenzelfde soort lompenpapier die je dan bij gaat kleuren op dezelfde kleurtoon. Maar als je bijvoorbeeld een stuk papier hebt wat op de rug ontbreekt, dan kiezen we voor een soepeler materiaal. En dat is bijvoorbeeld Japans papier. En dat hebben we allemaal verschillende diktes. Dan zoeken we de goede dikte erbij uit. En met kleurstof gaan we dat dan weer kleuren, zodat het het best past bij het oorspronkelijke materiaal. En daarna wordt gekeken of de constructie van het boek weer hersteld moet worden. Nou, als we bijvoorbeeld een bladzijde hebben waar een heel groot tekstgedeelte mist, dan gaan we dat tekst niet aanvullen, want je weet nooit specifiek wat er gestaan heeft. We herstellen de pagina dan zo dat het raadpleegbaar is. Ja, die informatie van de tekst die dan weg is, die laten we ook weg. Het merendeel wat we van de Tweede Kamer zien zijn perkamenten en lerenbanden. En als je bijvoorbeeld een boek hebt waar een stuk geitenperkament ontbreekt, dan zoeken wij geitenperkamenten bij. Soms maken we dat eventueel op kleur en dan gebruiken we dat om weer het boek aan te vullen. Ik weet wat van archieven. En men streeft een vernietigingspercentage van 95% na. Want alles wat wij maken en beschrijven en doen is zo'n hoeveelheid. Dat is niet te bewaren. Dus je moet selecteren. Dit zijn allemaal heel belangrijke werken die binnen die selectie vallen. En dan is zelfs de materiële authenticiteit van die oorspronkelijke boeken waardevol. Het papier. Nou hoop ik,
En meestal was dat wel zo dat ze veelal lompenpapier gebruikten. Dat is zuurvrij papier gemaakt van lompen, van textiel. En dat is een papiersoort dat heel lang mee kan. En dat is natuurlijk op zich de drukkunst die er tot uiting komt. De hele bind, de rug, de opschriften, het goud op snee enzovoort. Het zijn waardevolle objecten. Wij maken ze niet meer zo. Ja, misschien komt dat nog een keer. Maar dat zal dan ook een hele kleine oplage zijn. Het is een stukje cultuurgoed. Dit is ook voor ons een cultuurdrager. Wat ik als kunstbeheerder bij dit project wil bereiken, is dat ik het bijzondere en de kunstzinnige aspect van deze ruimte wil benadrukken. Deze boekencollectie, dat valt eigenlijk onder het cultureel erfgoed van Nederland. Het is heel belangrijk om zulke soort objecten op een juiste manier te bewaren en te behouden. Het was heel bijzonder dat direct in het begin van het project er een heel beroemd, duur boek opdook. De eerste druk van The Wealth of Nations van Adam Smith. Adam Smith is de vader van de moderne economie. En dit boek is zijn hoofdwerk en dat is hier in een eerste druk opgedoken. We zeggen altijd, het is de heilige graal voor Amerikaanse verzamelaars. Als je op Fifth Avenue loopt, daar hebben alle bankiers hebben dit boek in hun kast staan. En hier hebben we dus ook een exemplaar waarvan niemand wist dat het in huis was. Als de boeken eenmaal klaar zijn, dan kunnen ze weer terug naar de handelingenkamer. Het is ook belangrijk hoe ze weer in de kast gezet worden of opgeborgen worden. Bij de topstukken bijvoorbeeld is er besloten om ze in een doos te bergen, zodat ze gewoon veel meer bescherming krijgen. En verder kunnen de boeken er heel lang tegenaan. We zijn natuurlijk met die 750 boeken bezig. Die hebben natuurlijk een historische waarde. En het is altijd mooi om met dat soort collecties te werken. Zeker ook de plek waar het vandaan komt. En als je dan weer een boek klaar hebt, dan is dat altijd heel fijn en geeft dat een goed gevoel. En dan ga je weer door met het volgende boek. Ja. Je moet beseffen dat in de beginjaren, die boeken staan daar, meerdere jaren op één plank konden. Een meer dan 200 jaar lange traditie. Tegenwoordig heb je voor één jaar een hele kast nodig. Dus er wordt iets meer gesproken, wordt wat meer overlegd. Maar het is ook een mooi tijdsbeeld van hoe in die meer dan 200 jaar hier ook heel veel veranderd is en tegelijkertijd hetzelfde gebleven. Ik stel voor om aan de leden der Eerste Kamer kennis te geven dat de Tweede Kamer zich in gevolg het voorschrift van artikel 97 van de Grondwet, heeft geconstitueerd en hen uit te nodigen om zich met de leden der Tweede Kamer te verenigen, ten einde zijne majesteit de koning, die de gewone vergadering der Staten-Generaal zal openen, af te wachten.